Jacques Legrand is Suid-Afrika se mode-uitvoerproduk en het sopas teruggekeer van een suksesvolle New York Fashion Week. Maar ek gaan laat hy vir jou 'n bietjie meer vertel hiervan. Jacques, baie welkom. Is lekker om jou terug te hê. Hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Baie dankie dat jy my genooi het. Jy het sopas teruggekeer van die Groot Appel. Hoe was jou ervaring hierdie keer? Wel, soos die eerste keer nerve-wracking. Daar was baie preparation voor die tijd. Je weet, ons het een tijdlimiet gehad. Ek was net voor 5 dagen in New York. So ingevlieg voor die fitting. Die show gedoen en weer teruggevlieg Kaapstad toe. Wat het deur jou gedagtes gegaan toe jy jou werk op die loopplank sien en sien hoe die mense jou applaus? Wel, alles gaan zo vinnig, je weet. I mean, ik denk dat kan verblur. En toen ik gezien het, je denkt altijd, ik moest daar gedoen, ik moest dit gedoen het. Maar toen die applaus gaan, het die mensen het geschreeuwd. Je hebt zeker die video gezien. Ik beloof je, dat was een groot staircase. En ik heb like 3 trappen op een slag teruggehaald, geloof ik, want het was just too much for me. Op dat oomblik besef jij dat jij een beetje succes behaal het? Wel, sal een creatieve persoon het ooit als succes zien, you know? I mean, ik denk ons het baie kritisch op ons eigen werk. So, ik denk als je die werk na die tijd gezien hebt, was in een New York magazine called I Fashion. Hulle het my 6 bladzijden gegeven. Ik was op die grootste modest online magazine geweest. Een van die rokken is geshoot in Parijs na die tijd. I mean, dan denk je, oké, well, this kind of a reality wat in plek valt. En dan besef je kind of, I think I made it a little bit. Wat het hierdie seisoense ontwerpe geïnspireer? Wel, Rochelle, dit het alles begin toe ek my fabric sponsor genader het en hy het my die nuwe collection gewys. And kind of, I had something in mind, but everything just fell in place. And you know, ek sê altyd dat ek soek vir signs, soos ek gaan, and everything just fell into place. En natuurlik, you know what, wat ek gesien het, ek het kind of futuristic, metallic, silver, speel in gedachte gehad. En dis waarmee ek gespeel het. Maar hoekom wys ek vir jou, want ek het vir jou verrassing gebring. Wat? 'N paar modelle wat nie uitgestel staan. Wonderlik, ek sien baie uit. So eerst het ons Fernandi. So Fernandi dra 'n metallic embroidered tulle, wat ons die blomme afgehaal het, en met die hand allemaal gebiede en weer teruggeplaas het, om kind of die vloei te doen. En ons het afgewerkt met 'n little silver metallic belt. En natuurlijk die little bow at the back, which is very Jacques Lagrange. En ja, en je kan zien dat is een beetje gegather in die waist, om kind of niet te veel accent op je hip te zetten. En ons hele basis in gedachte gehad voor ons modest cliënten. Boatneck, een beetje modest, maar nog steeds een beetje sexy. En ja, dat is dit. Sjoe, en wat het ons hier? Dit is baie mooi. Benantje dra die bekende rok wat nou net in Parijs geshoot is. Dit is die metallic sequence, all done by hand. Wat weer eens afgewerkt is met de silver metallic belt en dingse. En die blomme is alles met die hand gedoen en weer teruggeplaatst op vir die skouer detail. Sjoe. En die ander rok, oh nee. En dan natuurlijk Samira. Samira dra obviously embroidered tulle wat afgewerkt is met perl en Swarovski detail. Dit is een klassieke boatneck wat voor mij very European en royal is. En elke bruid wil obviously royal wees. En die undergarment het ons obviously a scoop neckline. Je kan obviously op of af, depends on personal taste. En dan natuurlijk die see-through mo wat baie sexy en elegant is. Jullie lijken absoluut awesome, Ruben. Jouw werk is uitmuntend. Baie, baie dankie, Rochelle. Nou, wanneer jij hierdie rokke ontwerp, het jy in gedachte hoe die grimering en die haren ook moet lyk? Absoluut. You know, vandaag het ons het afgefinish, obviously, met like kind of African sandal. En as het skoen is, vir New York het ons gebruik, obviously, Charles & Keith, wat silver high heel was. Turban, African. Je weet, as het in Parijs gedra word, sal die kliënt, obviously, elegante skoen het. Very, very little make-up. So yeah, for me, at the end of the day, I like feminine, simple, clean, not too much detail. So today, we also did obviously smoky eye gedoen with a nude pink lip, kind of net om het natuurlijk te hou. So it all depends on the function and the country, natuurlijk. En Rochelle, weet wat? Vandaag is het de eerste keer wat in Zuid-Afrika gewijs wordt. Wat? Baie dankie. Dankie dat jy dit met ons kom deel. Dit was so lekker om jou weer te sien. Groot plezier.